Yannick Ferreira met een driepunter aan het seizoen beginnen. Een bijna ideaal scenario. Ja, het is natuurlijk ideaal om met 3 punten te starten. Nu mogen we zeker niet denken dat het al voorbij is. Ik neem altijd het voorbeeld van vorig seizoen. De start was hier perfect tegen Oostende. En dan een paar matchen op rij verloren. Dus nu moeten we ons goed concentreren op de volgende match. Misschien nog vandaag een beetje feesten, maar vanaf morgen al concentratie naar de volgende match toe. Welke dingen bekoorden jou het meest aan deze wedstrijd? Vooral het feit dat iedereen heel goed gewerkt heeft. Zelf de spitsen op verdedigende vlak hebben ze hun werk heel goed gedaan. De middenste linie heeft ook heel veel gelopen. Vanachter hebben we niet veel weggegeven. Toch een paar kansen of halve kansen. Maar het is normaal. Het is maar de eerste match, de eerste competitiematch. We moeten nu onze kleine fouten analyseren. En gewoon corrigeren en beter doen de volgende keer. SCV heeft het eigenlijk een beetje zichzelf moeilijk gemaakt. Die 3-0 zat er een tijd aan te komen. Ja, natuurlijk. Als het 3-0 is, is het misschien helemaal voorbij op een kwartier van het einde. Nu komt die 3-0 niet. We beginnen een beetje te zakken. En een kleine foutje. Het is 2-1. En dan krijgen ze meer vertrouwen, meer hoop. En moeten we nog wat verder kruipen. Dus oké, wij hebben ze in de match teruggezet. Maar laat ons zeggen, het is een goede les voor de toekomst. Laat ons analyseren, leren, corrigeren. En hopelijk doen we die fouten niet meer in de toekomst. Jury Dekevie treft 2 keer raak. Hij zit heel goed in zijn vel. Dat straalt hij gewoon af. Ja, en het is niet gewoon dat hij op de ballen wacht en dat hij afwerkt. Hij heeft ook heel veel gewerkt vandaag. Het was misschien niet zijn gewoonte van hard te werken. Vandaag heeft hij dat prachtig gedaan, samen met Laurie en samen met de rest van de ploeg. Ik kan niemand verwijten van zijn werk niet heeft gedaan gedurende deze match. Dus ik ben daarmee heel tevreden. Niet alleen van Jury, maar van iedereen vandaag. Ondanks de vakantieperiode, behoorlijk veel volk op de tribunes, een goede sfeer. Wat blijft daar bij voor jou? Het is natuurlijk belangrijk. Iedereen heeft hier hoop. Wij ook. We moeten ook hoop geven aan de mensen. En als we zo blijven werken en wie weet winnen, komen er misschien nog meer mensen in het stadion. Goed begonnen is half gewonnen, mogen we dat stellen? Goed begonnen is goed begonnen. Oké, dankjewel.